De Rabobank Peel, Maas en Leudal organiseerde vorige week donderdag een speciale avond voor haar leden met het thema duurzaamheid. Duurzaamheid betekent voor de Rabobank ontzettend veel. Wij geloven in een duurzame leefomgeving, in een duurzame wereld. People, planet and prosperity. André Kuipers heeft vanavond bij uitstek laten zien vanuit zijn blik uit de ruimte hoe wij de afgelopen decennia de wereld aantasten en ook een blik gegeven in zeg maar de onuitputtelijk of de uitputtelijkheid van de delfstof en alles wat ermee te maken heeft. We zullen naar een andere wereld toe moeten en eigenlijk zorgen dat onze kindskinderen een duurzame toekomst hebben. Dat vinden wij ontzettend belangrijk, de lange termijn. Daar dragen wij heel graag een steentje aan bij. En zeker als een avond als deze, waar we ook de link hebben kunnen leggen met de coöperatie Gloei, waar we de mensen in meegenomen hebben vanavond. Ja, ik ben daar heel trots op. Niet alleen economisch, maar ook sociaal wil de bank aandacht hebben voor al haar klanten. Sociale duurzaamheid is ontzettend belangrijk. Ik heb ook vanavond verteld dat wij 5 seniorenadviseurs benoemd hebben. Dat we die juist benoemd hebben voor de ouder wordende mensen, voor de kwetsbare mensen. Omgekeerd ook een heel goed oog te hebben voor de virtuele wereld die er is. Zodat iedereen met zijn smartphone, met zijn tablet, waar ook ter wereld, de Rabobank dichtbij heeft. Ook daar willen wij toonaangevend in zijn en vooruitstrevend. Vorig jaar werd bekend dat de bank per 31 maart kantoren in Meijl, Kessel, Panningen en Maasbree sluit. De bezoekersaantallen bij de kantoren lopen namelijk fors terug. De pinautomaten in deze kernen blijven wel bestaan. Zoals ze er vanaf 1 januari 2015 staan, hebben wij niet de ambitie om er op korte termijn pinautomaten weg te halen. Want die zijn verschrikkelijk belangrijk voor de mensen. Gastspreker tijdens de winteravondlezing was André Kuipers. De astronaut vertelde over zijn ruimtereizen. Een van de dingen die je vanuit de ruimte goed in de gaten kan houden, is bijvoorbeeld de ozonlaag. En dat ging heel slecht met die ozonlaag. Er zijn maatregelen genomen wereldwijd. De drijfgassen zijn veranderd. En nu zien we dat dat inderdaad verbetert. De ozonlaag die gaat beter. Met andere, het gat in de ozonlaag is minder groot. En het is een mooi voorbeeld om te laten zien aan de sceptici dat maatregelen wel degelijk helpen. Techniek in de ruimtevaart kan ook worden ingezet bij duurzame toepassingen op aarde. We hebben in de ruimte natuurlijk geen stopcontact voor stroomkabeltje, dus we gebruiken natuurlijk de zonnepanelen. We gebruiken hele nieuwe materialen die efficiënt zijn. Wat we ook doen is bijvoorbeeld het water recyclen. Een techniek die ook al gebruikt kan worden, wordt al gebruikt in Afrika bijvoorbeeld. Dus het zijn allemaal nieuwe technologieën die moeten werken onder zware omstandigheden. Die je natuurlijk heel goed op de aarde kan gebruiken. Er zijn een hoop bedrijven die dingen ontwikkelen voor de ruimtevaart. Maar vervolgens een heleboel kennis hebben vergaard, waardoor ze nieuwe producten op de markt kunnen brengen. André Kuipers zet zich ook in voor deze technieken op scholen. Dus het is een prachtig platform, zo'n ruimtestation, om te laten zien dat wetenschap en techniek iets leuks is. Dus ik doe dat heel graag op scholen. Dat doe ik via de ministeries en het techniekpact om zoveel mogelijk jongeren, vooral op de basisschool eigenlijk al, te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Want dat zit overal in. Het zit natuurlijk in communicatie en transport en energie, maar ook in sporttechnologie, voedseltechnologie, medische technologie, duurzaamheidstechnologie. Het zit overal in. Dus we hebben veel jonge mensen nodig, briljante ideeën. En ik kan als astronaut, omdat ze het met geboeid volgen, kan ik ze meenemen in het avontuur. Ongeveer 1200 leden bezochten de winteravondlezing in het SIF-gebouw in Panningen.